De B1 van Ajax nam het op tegen de koploper PSV. Nog zonder puntverlies en dan is de ploeg uit Eindhoven weg met Amar Tjatić, kans voor Pirou, maar die schiet over. Joël Pirou kan het zelf niet geloven. Wat een kans voor PSV. En dan de lange bal. Lekens lijkt niets aan de hand, maar die raakt hem helemaal verkeerd. En dan Ryan El Azraq met gevoel. Een schitterend doelpunt van Ryan El Azraq. Met overzicht, met gevoel. 1-0 voor de B1 van Ajax. Hier de fout van Lekens en Azraq die het prachtig afmaakt. Geen speld tussen te krijgen. Dan vanaf de aftrap. PSV. Balverlies. Dan Noah Lang. Legt een pan klaar voor Martijn Kaars. Kaars voor de 2-0. Kaars, maar Lekens redt. En dan Ryan El Azraq. Schiet met links, maar de bal wordt gered. Grote kans op 2-0. Voor Ajax. De ploeg van trainer Gerry Vink blijft aanvallen. En dan de uitbraak. Hogenhout pikt op. Lijkt niks aan de hand, maar laat zich verrassen daar door Amar Tjatić. Nick Plomper uit zijn doel. Wordt gepasseerd door Tjatić en die scoort 1-1. Onnodige tegentreffer. 1-1 is ook de ruststand. En in de tweede helft Justin Kluivert weg op links. Kluivert en dan wordt de bal weggeramd. En komt tot verbazing van de verdediging van Ajax terecht bij Scamacca. Scamacca, de Italiaanse spits, scoort. Verrassend, de 1-2. Gianluca Scamacca scoort de 1-2. Plomper laat zich verrassen. En dan moet Ajax op jacht naar de gelijkmaker. Kluivert met de vrije trap. In de muur. Wordt opgepikt. Hoge voorzet. Victor van der Linden met het hoofd. En dan Martijn Kaars met de gelijkmaker. 2-2. Uitstekend gedaan. Goeie voorzet. Het overzicht van Victor van der Linden. En Kaars met de 2-2. Dan Ekkelenkamp op zoek naar Kluivert. Justin Kluivert. Nu op rechts. Kluivert met de voorzet. Wordt slecht weggewerkt. En dan de kans voor Noah Lang. Had weinig tijd. Schiet over. Het blijft 2-2. Dan de hoekschop. Kluivert. Met effect. Heel veel effect op de lat. En via de vuist van Lekens. Gevaar door Justin Kluivert. Dan opnieuw Ajax. Met Ekkelenkamp. Ekkelenkamp, goede opening op Justin Kluivert. Wat gaat hij doen? Gaat hij buitenom? Hij gaat binnendoor. Kluivert met overzicht, met ruimte. Scoort schitterend de 3-2. Wat een mooi doelpunt, 3-2. En dan is het feest bij de zijlijn. Door deze treffer van Justin Kluivert. Gaat goed langs een man heen. Kijkt en schiet. Lekens kansloos. 3-2. En dan PSV met een alles of niets offensief. Ruimte voor Ajax. Kaars wint het duel. Dan een 4-2 situatie. Kluivert. Wat gaat hij doen? Paas op Martijn Kaars. Kaars voor de 4-2. Maar de redding van Lekens. Het blijft 3-2. Dat betekent dat PSV zijn eerste punten verliest. En door deze overwinning blijft de B1 in het spoor van de top 3.